mij een handdoek, alsjeblieft. Nee, maar we hebben het wel gedaan, Q. Ja, dat is laten we nogmaals zeggen wie we nomineren, of niet? Ja, we gaan nog een keer vertellen wie we nomineren. Ik nomineer Ras Motivated, Tasha's World en ik nomineer Broederliefde. Gewoon typisch Rotterdamse mensen die het goede voorbeeld moeten volgen. En ik nomineer alle kinderen van Thuis op Straat. Ik nomineer om de leiding van Peter Steenbergen. En ik nomineer natuurlijk al mijn collega's hier bij Open Rotterdam. Van directiebestuur tot aan iedereen. Je hebt echt weer een hele waslijst. Die mag maar 3 mensen, Q. Ja, maar het zijn 3 groepen. Oh, je hebt ze gecategoriseerd in 3 groepen. Ja, en groep 1 bestaat uit alle kinderen onder leiding van Peter Steenbergen. En groep 2 is gemeente Rotterdam, is de totaliteit? Ja, gemeente, nee, dat is groep 2. Het zijn onze collega's onder leiding van Rob Vrijzen. Ja, ja. Iedereen. Die het moet doen. En de derde groep die ik wil nomineren is de burgemeester Ahmed Abu Taleb, Joost Eertman, Martin Struijenberg, Adriaan Visser, Ronald Snijders, Pex Langeberg en Hugo de Jonge. Alle de wethouders met de gemeenteambtenaren en alle Rotterdammers nomineer ik bij deze. Hé, we zijn bikkel hoor. Ja. Boksouwe. Kom op, goed zo. Nou, ik ben geen ouwe nog hoor. Oh, je bent bijna 50, Tim. Ja, maar dat duurt nog eens 8 jaar. Uur. Nee, 8 jaar. Oh, ik dacht dat het al maandag was. Nee.